Steeds meer Nederlandse vrouwen die onvruchtbaar zijn, gaan naar Spanje om toch zwanger te worden. In Spanje is het namelijk mogelijk eicellen te kopen van een anonieme donorvrouw. De vrouw die haar eicellen aanbiedt, wordt hiervoor betaald. Deze vorm van eiceldonatie is in ons land wettelijk verboden. Uit onderzoek van Nieuwsuur blijkt dat het aantal Nederlandse vrouwen dat naar Spanje gaat om zwanger te worden in 3 jaar tijd explosief is gestegen. In 2006 gingen 20 Nederlandse vrouwen naar Spaanse vruchtbaarheidsklinieken. Vorig jaar zochten ruim 200 vrouwen hun heil in Spanje. En aan het eind van dit jaar, zo blijkt uit ons onderzoek, zullen het er zeker 400 zijn. Mirjam Bartelsman en Lieke Kwant doen verslag. Wij zijn naar Barcelona gekomen voor eiceldonatie. Wij zijn al geruime tijd bezig. Proberen wij eigenlijk zwanger te worden. En ja, zonder resultaat nu, al 8 jaar. En in Barcelona hebben wij de mogelijkheid gevonden om dus een eicel gedoneerd te krijgen. Eiceldonatie mag in Nederland alleen als de donor een bekende is die zelf al een voltooid gezin heeft. En ze mag niet worden betaald. Die vrouwen zijn zeldzaam. En daarom wijken steeds meer Nederlandse stellen uit naar Spanje, waar tientallen klinieken zijn met honderden donoren. De vrouwen die hun eicellen schenken zijn anoniem. Dat is in Nederland verboden, maar in Spanje juist verplicht. Kijk, ik weet dat hier natuurlijk anoniem is in Spanje. Dat lees je ook op de site. Maar hoe is het als, stel dat je kind op een gegeven moment 18 is. Hoe gaat dat in zijn werk? Is er dan een mogelijkheid of bestaat die mogelijkheid gewoon helemaal niet? Wel, hier in Spanje bestaat die mogelijkheid niet. Ja. Dus het kind kan niet achterkomen wie dat de donor was. En u kunt daar ook niet achterkomen. Ik heb toch altijd ergens een gevoel dat ik toch moeder gaan worden. En het is niet zo dat ik niet gelukkig ben met hem zonder kinderen. Ik zeg, want dat zijn we natuurlijk, dat zijn we wel. En ik denk dat het leven zonder kinderen ook heel mooi is. Maar ik wil niet, als ik straks 50 ben, dat ik denk van, had ik maar. Ik vind iets moois als twee mensen van elkaar houden. En er komt uit dat verhaal komt een kindje. En dat het van beide is. Ik denk dat dat een van de mooiste dingen is wat er op aarde is, zeg maar. 1+1 wordt in 1 keer 3. En dit is, dan ga je denken aan een ander eicel. Dus heeft het niks van haar. Het is hartstikke mooi dat het kan, hè. Maar daar moest ik wel even aan wennen. Bij de eiceldonatie in Spanje wordt de eicel van een anonieme vrouw bevrucht met het zaad van de man. Meestal is het zaad van de eigen partner. Maar een alleenstaande vrouw die anonieme eicellen en anoniem zaad wil, wordt ook in Spanje geholpen. De bevruchte eicel wordt daarna geplaatst in de baarmoeder van de vrouw die moeder wil worden. Of ik nu een eicel heb van iemand, een kind van mezelf, een biologisch kind, of een geadopteerd kindje. Het gaat er toch om wat je, of je het lief kan hebben. En daar gaat het om. Denkt u niet dat u de vraag zal krijgen bij bepaald gedrag van kinderen van, waar heeft hij dat nou vandaan? Ja, dan kunnen we alleen maar alles op mij schuiven, toch? Ja. Ik kan inderdaad zeggen, dit is niet voor mij. Het is jouw bloed. Desiree Vermeulen is 37 jaar. Maar technisch kunnen zelfs bejaarde vrouwen via eiceldonatie zwanger worden. In de meeste Spaanse klinieken ligt de leeftijdsgrens op 50 jaar. De donoren zijn gemiddeld 30 jaar. Dat levert vruchtbare eicellen op. Het slaagpercentage met eiceldonatie is heel hoog. Dus we kunnen globaal zeggen dat er een 60% van de vrouwen een positieve zwangerschapstest heeft 2 weken na terugplaatsing. En dit komt overeen met een 50% of 1 op 2 kans op doorgaande zwangerschap. We zijn dan vandaag de eerste afspraak geweest. Hoe lang zit er normaal gesproken tussen, ik noem het vandaag, en dan uiteindelijk de plaatsing? De plaatsing, ja. De gemiddelde duur tussen de eerste afspraak en de terugplaatsing ligt rond de 2,5 maanden. De Eugene-kliniek in Barcelona heeft donoren genoeg. Het zijn, zegt de kliniek, niet alleen Spaanse vrouwen, maar ook Noord-Europese vrouwen die in de omgeving wonen. Ze krijgen voor de donatie een medische screening en ontvangen na de behandeling €915. Dat heet geen beloning, maar een onkostenvergoeding. Pues decidí ser donante por 2 razones. La primera era porque podía ayudar a otra pareja, una pareja o a otra mujer a ser madre.
Y la segunda es por la compensación económica, por las molestias ocasionadas, sí. Ja, tuurlijk krijgen ze daar een vergoeding voor. Ik vind het ook niet meer dan normaal. Je zit wel jezelf 2 weken hormonen te prikken. Dan worden de hormonen of de eitjes nog uit haar eileider gehaald. Je moet er toch een dag vrij voor nemen. Je moet naar het ziekenhuis, je moet bloed prikken, je moet hormonen spuiten. Je moet nogal wat doorstaan. ¿Consideras un punto importante que la donación en España sea anónima? Sí, por supuesto. La verdad es que no me había planteado mucho que no fuera anónima, ¿no? Pero si no fuera anónima, seguramente no lo haría. Vrouwen die in Spanje door eiceldonatie zwanger worden, hebben in Nederland een gynaecoloog nodig die hen controleert. Uit nieuw onderzoek blijkt dat de helft van de Nederlandse gynaecologen deze vrouwen niet wil begeleiden. Do you have a gynecologist in the Netherlands who will follow you during the pregnancy? We had you mean the gynecologist or gynecologist. Well, yeah, we have because we already have everything from him, mm-hmm. but I'm not sure if they want to follow us mm-hmm. during this procedure because mm-hmm. in Holland, yeah. It's a little difficult because here it's legal and there it isn't. So maybe they want me to go to another one. Okay, passport number. Eigenlijk komen we toch weer zwanger in Nederland. Dan moet gewoon geholpen worden. Ja, maar dat is in Nederland mag het niet. We willen niet alle ziekenhuizen aan meewerken. Ja, bij mij aan tafel Jan Kremer, gynaecoloog in Nijmegen en woordvoerder van de gynaecologenvereniging. Ja, we horen de helft van de gynaecologen wil dit soort vrouwen niet begeleiden als ze weer terug zijn in Nederland. Maar waarom niet? Nou, er zijn eigenlijk 2 redenen voor waarom sommige gynaecologen dat niet doen. De belangrijkste reden is dat de manier waarop eiceldonatie in Spanje gebeurt hier in Nederland illegaal zou zijn. Commerciële en anonieme eiceldonatie is bij de wet verboden. En de tweede reden is dat je eigenlijk een behandeling meedoet waar je niet helemaal precies weet of dat ook allemaal wel goed en veilig gebeurt. Met name dat tweede deel van de behandeling, daar heb je geen zicht op. Je weet niet, je kunt het niet controleren. En je kunt je toch zorgen maken over de veiligheid en de kwaliteit van die behandeling. Want wat zijn dan de gevaren? Wat zijn de risico's? Bijvoorbeeld op het gebied van het aantal embryo's dat je in de baarmoeder plaatst. Ik kan me heel goed een mevrouw herinneren met een 3-zwangerschap en die is veel te vroeg bevallen, waarbij die kinderen het niet goed hebben gemaakt. En dat kwam omdat ze in het buitenland dan 4 embryo's hebben geplaatst. En dat is iets wat we in Nederland gewoon uit veiligheidsoverwegingen nooit zouden doen. Hier worden maximaal 1 of hooguit 2 embryo's in de baarmoeder teruggeplaatst. Ja, maar nou horen we die mevrouw ook in het filmpje zeggen. Het is me onduidelijk of ik in Nederland begeleid ga worden. Dat is dus wel ingewikkeld en verwarrend voor deze vrouw. Ja, nou dat klopt hoor. En ik vind ook niet dat we deze vrouw in de kou moeten laten staan. Dus we moeten daar duidelijk over zijn. We moeten informatie geven van waar wel en waar niet deze vrouwen begeleid kunnen worden. En ik vind ook wel dat we als beroepsgroep richtlijnen moeten maken hoe we die veiligheid en die kwaliteit een beetje kunnen waarborgen. En wat is dan het belangrijkste wat er in zo'n richtlijn zou moeten staan? Nou, je kunt bijvoorbeeld denken aan het feit dat je afspraken maakt met de kliniek, of alleen maar afspraken maakt met een kliniek waarbij bijvoorbeeld maar 2 embryo's worden geplaatst maximaal. Je kunt afspraken maken over de medicijnen. Dat je bijvoorbeeld geen medicijnen gaat voorschrijven hier in Nederland aan die vrouwen die uiteindelijk aan de donor in Spanje gegeven worden. De mate van stimulatie kun je afspraken over maken. En daar moeten we in Nederland op dezelfde manier mee omgaan. En dat daar richtlijnen over gaan komen, daar wil ik me echt hard voor gaan maken. We komen zo bij u terug. Want we hebben ook gesproken met vrouwen die dankzij eiceldonatie in Spanje moeder zijn geworden.